Hallo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is vrijdagochtend. Nick is naar school, papa's werken. Lea is beneden. De Bellega's even aan het kijken. Ukkie ligt te slapen in de box. Althans, nee, nog niet te slapen. Hij is nog aan het spelen. Maar hij is even tevreden, dus ik neem het er even van om zonder die draagdoek rond te lopen en mijn ding te doen. Afgelopen nacht was heftig weer. Oh, we konden hem gewoon bijna niet wegleggen. En iedere keer als ik hem weglegde, ondanks dat hij een boer had gelaten, ondanks dat we hem heel lang hoog hadden gehouden, begon hij meteen weer te spugen. En ook te huilen en was hij heel onrustig. En ja, dus heeft hij eigenlijk het eerste deel van de nacht op mij gelegen, naast mij, over mij heen. En vanaf 5 uur volgens mij bij Maarten. Ik zeg ook tegen Maarten, ik zeg, jij moet werken, dus jij moet dat eigenlijk niet doen. Maar aan de andere kant, ik red het met hem overdag ook niet echt om te gaan liggen. Tot het moment dat Maarten thuis is. Want ik heb hem vaak in de draagdoek. En als ik hem niet in de draagdoek heb, dan ben ik blij dat ik even hier iets kan doen. Nou ja, dus ik zet mijn schrap. Oh, ik voel het ook aan mijn rug met die draagzak. Nog het, oké. Klaar is klaar. Ik ga even wat dingetjes in huis doen. Ik heb ook nog niet echt veel ontbijt gehad. 1 boterhammetje. En ik wil vooral de was even in de gaten houden. Want zoals jullie weten gaan wij met de caravan weg. Daar staat die. Oh, Elie meldt zich alweer. Dus we zijn hier gewoon met wat dingen aan het verzamelen. Eigenlijk moet ik ook nog naar brunchen, maar ja, dat gaat niet worden. Dan moet ik wachten tot papa er is, denk ik. Alright. Ik ga even naar Elie. Daar is de prins. Kijk eens. Alsjeblieft, vriend. Ik wil ook even slapen, schat. Lea heeft zichzelf aangekleed vandaag. Nick was verkleed naar school, dus Lea wilde ook verkleed. En ze is even de Bellega's aan het kijken. Nou, het scheelt dat dit altijd nog staat hier 's ochtends. Kan ik nog even een ontbijtje pakken. Eigenlijk wil ik havermout, pap. Zal ik dat doen? Kost ook weer tijd, hè? Nou, ik pak wel gewoon een boterham. Herkenbaar, moeders. Guys, met die krampjes. Ik weet niet of ik nou koemelkvrij moet gaan proberen of niet. Het is best wel een impact, weet ik, voor mij. Voor mijn gewicht ook. En, ja. Dus als ik daar iemand mee begin. Maar ja, 's nachts, als hij zo onrustig is, dan denk ik wel echt, oh, geen melk meer. Het is ook zo'n inbreuk op je functioneren. Maar ja, is het daarvan, hè? Maar goed, wat ik gedaan heb alvast is jongbelegen geitenkaas gekocht. In plaats van koemelk. Of in plaats van, hoe zeg je dat? Koekkaas? Pak ik nou geitenkaas. Vind je het gezellig om vrijdagochtend lekker thuis te zijn, schat? We zijn hier al wat spullen aan het verzamelen. En de was. Die gaat ook door. It's an ongoing story, of course, right? Ik heb even heel lieve hulp weer. Mijn schoonmama is hier. En die kijkt heel eventjes naar Lea en Elie, zodat ik in de caravan even kan poetsen. Zo, dat is een tijdje geleden. Maar het ruikt in ieder geval niet slecht. En dan gaan we het even gezellig maken hier. Wij gaan een uitdaging aan. We gaan deze herfstvakantie een weekje kamperen in de caravan. We hebben gelukkig een elektrisch kacheltje. Naast dat we ook gewoon de gaskachel hebben. En we gaan bij vrienden in de tuin staan. Die een heel grote tuin hebben. Een plek daarvoor hebben. We waren eerst nog aan het kijken of we op een camping konden gaan staan van Actie. Alleen, deze vrienden hebben we al heel lang niet meer gezien. Eigenlijk sinds voor Afrika. We zijn 7 maanden in Afrika geweest voor de nieuwe mensen die ons volgen en het niet weten.
Dus zo slaan we twee vliegen met een klap en hebben we een gezellige kampeerweek. Maar kunnen ook lekker bijkletsen als het goed is met onze vrienden. Op 1,5 meter afstand natuurlijk. Oké, maar wat ik dus nu ga doen. Ik ga hier eventjes het gezellig maken. Dus dat betekent dat ik hem eerst ga poetsen en dan ga inruimen. Nou, ik heb in ieder geval overal even gestoft. Nu moet ik nog de grond. En dan kunnen we gaan de bedden gaan betrekken en gaan inruimen. Nou, de caravan is gepoetst. Oma is lekker naar huis, naar opa toe. Ellie slaapt dus. En normaal gesproken zou ik nu als een gek gaan rennen om alles neer te leggen en in te pakken. Voor de caravan, de bedden opmaken in de caravan. Maar ik weet dat het slimmer is om nu heel even te gaan liggen. Dus Lea gaat even de Aristokatten kijken. Als we die kunnen vinden. Op Disney Plus. En mama gaat even slapen zolang. Niet zo lang als hij slaapt. Meestal heb ik genoeg aan 10 minuutjes. En dan kan ik hopelijk daarna vooralsnog iets in de caravan doen. Ellie slaapt. Ik heb even een dutje gedaan. 10 minuutjes. Of iets langer. I don't know. Nu is het de vraag. Warme kleren? Of niet? Want in de caravan is het echt super lekker aangenaam. Met die verwarming. Maar buiten is het fris. Misschien beide, maar dan wordt het best wel veel. Ik ga eens kijken wat ik kan vinden. Voor Lea is het gelukt. Het thema is niet per se warm of koud. Maar het thema is bekweem. Hoe zeg je dat? Dat het lekker zit. Ik denk dat dat een beetje het thema wordt van herfstvakantie. Lekker chill binnen in de caravan. En eventueel af en toe lekker een herfstwandeling. Dus dit zijn wat setjes die ik heb klaargemaakt voor Lea. Ja, een sok vast. Dit is niet goed. Sokken. Ja, muts. Wacht, deze zijn niet goed. De opening en de opening. Ja? Wacht, nee, deze zijn. Maakt niet uit, maakt niet zo goed. Nee, hoor. Hoeft niet helemaal. Nee, dat maakt niet uit. Dat gaat goed. Dat hoeft niet. Kijk. Moet. Zo, zo. Ja? Zo, zo. Ja? Dan doe je je vinger in die. Deze? Papa, deze? Ja. Wacht, je vinger in die. En dan pak je met je andere hand die vast. Anders. Ja, pak je zo samen vast. Zo. Zo. Wat doe je zo, papa? Ja, en dan duw je. Kijk, je duwt met je duim. Duw ik die erin. Nee, dat kan. Ik snap het niet. Op. Ik snap het niet. Oké, nog een keer. Opening. Wacht even, ik wil het naar. Ik heb het niet gezien. Het gezicht van Lea. Auw. Hier, kom ik niet voor. Lekker. We've got pizza night. Pizza. Knap, jongen. Eigenlijk hebben we filmavond. Ja, maar eerst gaat Nicky nog op stap. Die heeft een laat verjaardagsfeestje. Oh, stoor. En het eindigt om 8:30. Mm-hmm. Nick gaat naar een verjaardag. En wij gaan een film kijken. Maar ik een film gaan kijken, Lion King, de echte. Echt? Woe! De